Welcome to Africa. Are you ready? Can you give the giraffe its tongue? Can you give the giraffe its neck? Can you give the giraffe its legs? This is a new way for children to learn English as a second language, with the mobile phone. It's called mobile learning. So far, hardly any schools in the Netherlands offer this form of learning, but that might change in the near future. In Rotterdam, three primary schools have started a mobile learning project. One of them is primary school de Wilgenstam. Here a class is learning English by using mobile phones. The school is optimistic that the children will learn English in a natural and playful manner. We zijn in het onderwijs al jaren op zoek naar het zoeken naar verschillende leerstrategieën. Het ene kind leert zo, het andere kind leert zo. Het ene kind heeft meer instructie nodig dan het andere kind. Elk kind leert anders. Ik denk als je gebruik maakt van dit soort middelen, dat interactief werkt, dat het tegemoet komt aan de behoeften van een kind. Dus dit is, ik vind het een zeer waardevol hulpmiddel. To find out if this is indeed the case, an experiment is being conducted by the Universities of Amsterdam and Groningen, together with EarlyBird. EarlyBird is an organization specialized in English as a second language for children in primary school. EarlyBird heeft aan dit project deelgenomen omdat we van mening zijn dat er een relatie moet worden gelegd tussen het binnenschoolse en het buitenschools leren van Engels. En daar heb je digitale didactieken en digitale didactieken voor nodig. De Universiteit van Amsterdam heeft dit project geïnitieerd omdat wij geïnteresseerd zijn in de relatie tussen technologie en leren. En mobiele technologie biedt met name mogelijkheden om op een andere manier en op een andere plek te leren dan normaal op school. Dit is de grote lijn, dit is ontwerp. The mobile application was developed by students of the University of Amsterdam. We beginnen met het laden van een splash screen. Dan laat hij een opgeslagen spel, zoals hier. Het is natuurlijk zo dat leerlingen gewend zijn aan een stukje mobiel. Ze hebben de mobiel altijd bij zich. En je ziet nu al dat er een gat bijna aan het ontstaan is tussen wat de scholen aanbieden en wat de leerlingen doen. En de leerling is heel gewend om iets te doen met zijn mobiel. Dus het zou een gemiste kans zijn om ook niet een deel van de lesstof aan te bieden op die mobiel. Very good, that's right. The University of Amsterdam, as well as the others involved, want to know if there is a difference between the children learning with the mobile phones and those who have practiced the vocabulary without. In rivers and lakes, it looks boring. Can you point to the crocodile? And the tropical forest? We hebben een voortoets afgenomen bij de leerlingen. We hebben zelf een toets ontwikkeld om na te gaan wat hun woordkennis is. Voor het project is, achteraf, nadat ze met of het bestaande papieren materiaal hadden gewerkt of met de mobiele applicatie, hebben we die toets herhaald. Dus we hebben twee metingen gedaan op twee verschillende momenten in de tijd. That's why there is also a test group of children taught English in the conventional manner. So we have 25 different animals. We're going to start reading that. The crocodile is a reptile and looks a bit like a dinosaur. The other test group learned English using the mobile application in the classroom, or, like these children, during a trip to Blijdorp Zoo. Let's play a quiz. It is the king of the sky. It has large wings, a hooked beak, and very good eyes. Yes. Well done. Ik heb nog nul fout. Giraffes live on the savannah. Giraffes are not predators. They eat leaves. The children do these exercises at home because learning with a mobile phone can be done anywhere. Can you give the giraffe its tongue? Fabulous. De resultaten zijn dat de groep die de mobiel mee naar huis heeft genomen het meest leert. Veel meer dan de kinderen die met het bestaande EarlyBird materiaal op school hebben gewerkt. The penguin is a black and white colored bird. The female penguin lays eggs, and the male penguin broods for about a month until the baby is ready to hatch. There are a couple of children in the class who have difficulty with English, but they also were doing very well. So I was pleasantly surprised how well they were doing. The child is definitely focused on their own individual effort. And that's something that doesn't always happen in a classical situation because, well, something will happen outside, a bird flies past, and the child is
looking at the bird, but on the mobile phone they're concentrating on what they're doing, like when you're sitting behind a computer. Vragen of hyena's leven in Noordpool. En ga je dat beantwoorden, die vraag? Ik had gezegd nee, want dat is niet zo. Zou je veel meer lessen willen volgen met zo'n mobieltje? Ja, zou ik wel leuk vinden. En waarom? Waarom vind je dat leuk? Waarom vind je dat leuker dan anders? Het is gewoon leuk om om het anders te doen, want anders dan volg je lessen. En nu doe je ook gewoon spelletjes, waardoor je het toch wel leert. Ik ben al bij de ijsbeer. Ik heb ze allemaal goed. Ook nu zag ik weer kinderen in het Pleidorp die anders misschien wat timide zijn en die hier gewoon een voortrekkersrol kregen. En daar als eerste mee klaar waren, terwijl dat normaal in de les helemaal niet het geval is. Dus je maakt wat los bij die kinderen. Die vragen die worden in het Engels gesteld en dat kun je allemaal begrijpen? Nou, meestal wel, maar een paar keer niet. Well done. Uh-oh. Listen to the information one more time. Great job. Oh, that's too bad. Try again. Hurrah! Awesome. Try again. Great job. Hyenas live in packs, and when they hunt with the whole group. The sound they make is like laughing. Kijk maar, good booby eggs. Please play Eigen. Oh, mag ik het nog een keer spelen? Oh, wat leuk. Excellent, very good. How about this animal? Do you know this animal? No? Now let's go to North America. Here. Okay. Excellent. Very good.